In alle vroegte komt Wout van Kouwen bij zijn SRV-wagen. Al snel heeft hij door dat er is ingebroken. Nee, hè. God gloeiende, gloeiende. Wout, zo kwam je dus binnen vanmorgen. Zo kwam ik inderdaad binnen, ja. Vooral de dure dingen zijn meegenomen. Het is mijn sigaretten, mijn snoep, mijn wasmiddelen voor de vaatwasser, shampoo, zonnebloemolie zie ik dat weg is. Jezus, mijn koffie, mijn ontbijtkoeken. En ook de koelkasten zijn leeg. Al het vlees dat hij had ingekocht is weg. De schade loopt volgens Wout in de duizenden euro's. De daders konden lange tijd hun gang gaan, want er is niets of niemand in de wijde omtrek. Ja, ik zei, deur zat alles zat netjes op slot, dus daar lag het niet aan. Maar ik vermoed dat ze mijn zijraampje hebben geforceerd en ook weer netjes dichtgeschoven hebben. Hoe ze dat open gekregen hebben met zo'n kliksysteem, dat weet ik niet. Wout rijdt nu een aantal jaar in Den Bommel en Stad aan het Haringvliet. Vooral de ouderen zijn er blij mee. Ik koop er even dan al. Als je bij me alles zet, dan koop ik hier alles. Brood, gebak, alles. Dan hoef ik nergens meer heen. Maar die mensen moet hij nu allemaal afbellen. Nee, ik kom vandaag niet, want ze hebben ingebroken in mijn winkelwagen. En de politie is er net bij geweest. Ja, het bestelde brood kom ik wel brengen. Wout vindt het vooral erg voor zijn klanten. Hij is boos en verdrietig. Dit doet me zoveel dat ik aan de ene kant zeg van ik kap ermee. Want ik wil dit geen niet nog een tweede keer meemaken. Maar aan de andere kant zeg ik, als ik die gasten in mijn klauwen krijg, dan zijn ze nog niet jarig met me.